Dag Hans, de COVID-19-pandemie en het beleid dat overheden naar aanleiding daarvan hebben geïntroduceerd, dat blijft eigenlijk wereldwijd de economie en de financiële markten domineren. We zien dat alles wel volatiel blijft en minder voorspelbaar is dan ooit. Intussen zijn er heel wat landen die de coronamaatregelen versoepelen. Maar levert dat ook economisch herstel op? Wat zie jij gebeuren in de nabije toekomst? Ja, toch wel. Zeker economisch herstel. De vertrouwensindicatoren gaan over het algemeen echt wel hoger, duidelijk hoger. Al zijn ze niet altijd heel eenduidig te interpreteren, maar als je kijkt naar cijfers zoals de kleinhandelsverkopen, de werkgelegenheid ook. In België bijvoorbeeld ook een sterke daling van het omzetverlies toch ten opzichte van het begin dit jaar. Dus alle tekenen wijzen toch op herstel. Nu, dat is ook wat je verwacht in het begin, wanneer die maatregelen versoepeld worden, dan verwacht je ook dat die economie opveert. En ja, dat is een goede zaak, al moeten we natuurlijk wel bijzeggen dat die huidige groeipercentages natuurlijk niet kunnen doorgetrokken worden. Dat is logisch, want ja, in afwachting van een vaccin zal die economie toch niet op volle toeren draaien. Gezinnen en bedrijven zullen het geld niet volop laten rollen. Kijk naar bedrijfsinvesteringen. Die onzekere achtergrond maakt het voor bedrijven niet evident om nu echt volop te gaan voor investeringen. Overheden en centrale bankiers die hebben massaal geld in de economie gepompt om ze te ondersteunen. In die mate zelfs dat een aantal mensen begint te vrezen voor een opstoot van inflatie. Wat is jouw visie daarop? Ja, zo ongerust ben ik niet. Zeker niet op korte termijn. Het is waar natuurlijk dat overheden en centrale banken vele miljarden hebben gepompt in de economie, ook in het financiële systeem. Maar we moeten er toch onmiddellijk bij zeggen dat zijn overbruggingsmaatregelen, steunmaatregelen, niet zozeer echte stimulusmaatregelen. Hè. Dus, en in afwachting van een vaccin, die aanhoudende risicoaversie toch bij gezinnen en bedrijven, toch een overaanbod nog altijd in de economie. Hè. Macro-economisch gezien zal de vraag achterblijven bij het aanbod. En dat is niet onmiddellijk een context, macro-economisch gezien, die echt inflatoir is. Eerder het tegendeel. Dus op korte termijn vrij zwakke context van inflatie. Nu, op lange termijn willen we het risico zeker niet veronachtzamen. En de reden is dat centrale banken, maar ook overheden, wel actief op zoek zijn naar hogere inflatieverwachtingen. Om iets aan de rente te kunnen doen. Ja, voor het monetair beleid zou het betekenen op termijn dat daar terug meer tractie mogelijk is om die economie te stimuleren, langs monetaire kant. En voor de overheden natuurlijk, langs budgetaire kant, daar is de schuldgraad enorm opgelopen, in vele landen tot 20% van het bruto binnenlands product. Ja, het is natuurlijk logisch dat een scheut inflatie helpt om die reële schuldenlast te verlichten. En dan is er nog het risico van deglobalisering, waar we nu met z'n allen naar zitten kijken. Intussen zijn de geopolitieke spanningen in het nieuws terug van weg geweest. Denk maar aan het conflict tussen de Verenigde Staten en China. Moeten we ons daar zorgen over maken? De toestand is toch wel precair. De internationale handelsrelaties blijven zeer gespannen. Er is ook niet echt sprake geweest van intense samenwerking op wereldwijd vlak. Zijn de handelsspanningen tussen China en Amerika inderdaad. De gespannen situatie in Hongkong, op het Koreaanse Schiereiland ook. Tussen India en China, tussen Amerika en Iran, tussen Amerika en Europa ook. Waardoor vele landen gewonnen zijn voor een digitale tax op de inkomsten van technologiebedrijven. Het is logisch dat Amerika daar niet voor staat te springen. En Trump dreigde zelfs al met tegenmaatregelen. Wat is de impact op de internationale handel? Wel, misschien niet onmiddellijk catastrofaal. Natuurlijk gaat de internationale handel fors lager tegen de achtergrond van de COVID-crisis. Maar we moeten bijvoorbeeld ook uitkijken naar wat er binnen 4 maanden gebeurt met Amerikaanse presidentsverkiezingen. Nu is het zo dat Joe Biden riant aan de leiding ligt. Hij zal natuurlijk, als hij verkozen wordt, de druk op China hoog houden. Daar is iedereen het over eens. Maar bijvoorbeeld de transatlantische relaties, Europa, Verenigde Staten, die zouden misschien wel terug in zekere mate in ere kunnen hersteld worden. Nu, op langere termijn zien we natuurlijk al dat er een fase van deglobalisering bezig is, sinds de grote financiële crisis van 2008-2009 al. En je ziet nu ook met die COVID-crisis dat meer en meer bedrijven ook nadenken over die bottlenecks in die internationale voorraadketens, die zeer wijd en internationaal vertakt zijn. Komt daar nog bovenop, ja, nieuwe ontwikkelingen, technologisch dus, automatisering, digitalisering, die maken het ook toch mogelijk voor bedrijven om regionaler te produceren. En ze zijn dat nu ook aan het onderzoeken. En dan, uiteindelijk, zijn er ook nog de klimaat- en milieuoverwegingen. Meer en meer bedrijven, gezinnen, houden er rekening mee. En dat is een goede zaak, maar dat betekent tegelijkertijd ook dat die liberalisering, die ongebreidelde liberalisering die we gezien hebben sinds de val van de Berlijnse muur eind jaren 80, dat die op zijn limieten is gebotst. Hans Bevers, bedankt voor deze analyse. Tot binnenkort. Graag gedaan.